Nadat Rinus Michels bij Ajax training heeft gegeven, is hij dus verplaatst naar Barcelona, de hoofdstad van Spanje. Een hele goede middag mensen, bij Rabona TV. Mijn naam is Mauri, we zijn vandaag in Almere zoals jullie weten. Ik ga hier wat vertellen over Rinus Michels, over een trainer die heel veel heeft bereikt in zijn leven. Die veel heeft gedaan, die heel bekend is. Daar ga ik het even met jullie over hebben. Veel kijkplezier en groeten van Mauri, Amor, Vaya, Dikke Boktor, Rabona. Rinus Michels is een man met als verleden dat hij voetbaltrainer is geweest van Ajax. Ajax bestaat al een aantal tientallen jaren lang. Volgens mij vanaf de 18e eeuw of de 19e eeuw. Ajax is het hoofdstad van zijn club in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. En ze worden genoemd de Ajaxiden. Deze zijn een tijdje getraind door Rinus Michels. En ze hebben in zijn tijd van trainen de overwinning weten te behalen in verschillende kampioenschappen. Zoals de Eredivisie, de UEFA Cup, misschien wel de Champions League. Dit was een hele getalenteerde tijd voor Ajax. Omdat Rinus Michels heel goed training kan geven. Dikke Boktor, Amor, Vaya. En dat kan hij omdat hij daarvoor heeft geleerd. Het moet in je zitten. Het moet in je bloed zitten. In je genen. Je moet het kunnen. Alleen een echte horse fight is zoiets op de benen kunnen zetten. Nadat Rinus Michels bij Ajax training heeft gegeven, is hij dus verplaatst naar Barcelona, de hoofdstad van Spanje. En Barcelona heeft meerdere voetbalclubs in de hoofdstad, zoals Real Madrid. En nog een paar, maar ik weet zo niet welke. Helaas, maar Barcelona is natuurlijk de echte voetbalclub van de wereld. Dat komt omdat zij het grootste stadion hebben ter wereld. Zij hebben de beste spelers gehad ter wereld. De beste trainers. Amor, Vaya. De beste spelers, maar ook de beste trainers. Zoals Rinus Michels. In Barcelona kun je heel veel vinden. Van voetbal tot het feest van tomaten gooien. Van het feest van tomaten gooien tot een stierengevecht. Wat zich afspeelt in een stadion. Wat nog meer in Barcelona heb je, is dat stieren door de stad gaan rennen. In Barcelona kun je heel lekker eten, voornamelijk tapas en steaks. Je hebt er lekkere gerechten. En ik denk ook wel in de tijd dat Rinus Michels daar heeft geleefd en training heeft gegeven, dat hij wel heeft genoten van het eten in Barcelona. Spelers van Barcelona zijn bijvoorbeeld Messi. En een oud-speler van Barcelona is Ronaldinho. Messi heeft een paar jaar op rij de beker gewonnen van beste speler ter wereld. Messi is Argentijns, dat ligt in Latijns-Amerika. Daar wordt ook Spaans gesproken. Maar niet alleen Rinus Michels was een trainer, ook Kluivert. Kluivert heeft een zoon en dat is ook een profvoetballer. En Barcelona is gewoon de city to go, mensen. Als jullie een vakantiebestemming hebben, maak een citytrip naar Barcelona. Of ga naar de kust. Je kan er lekker eten. Je hebt er heel veel te zien. Veel te zien. En er is heel veel te doen. En ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Ik zelf ga in de winter nog naar Barcelona. Wanneer kan ik jullie helaas niet meer delen, maar ik ga wel. En zeker komt er dan ook een video online bij de Bona TV. Ik dank jullie voor het kijken naar Rabona TV. Amor, Vaya, Dikke Boktor. En tot ziens. Groeten van Mauri.